We staken omdat we betere arbeidsvoorwaarden willen. En dan heb ik het niet alleen over de looneisen, dan heb ik het vooral over de menselijkheid van de CAO die weg is. Zodat we de reizigers weer kunnen bedienen zoals het behoort. Dat we weer zichtbaar zijn, dat we genoeg pauzes hebben. Ik draai 36 uur in de week op papier, maar in de praktijk draai ik nu 50 uur. We zijn op, het is klaar, het moet anders. De bereidheid is groot omdat de mensen heel erg veel om NS geven. En ze hebben de afgelopen jaren gezien dat NS eigenlijk kapot aan het gaan is. Er rijden steeds minder treinen, sociaal veiligheid komt in het geding. De roosters zijn niet meer vol te houden. Dus mensen vinden het belangrijk om het bedrijf in stand te houden. En daarom staken ze. Ik wil eigenlijk in Delft komen over Schiphol en Leiden, maar dat lukt niet. En over Amersfoort lukt het ook niet. En we komen in Delft samen met een groep vrienden. En we hebben elkaar al heel lang niet fysiek ontmoet, omdat corona natuurlijk heel veel beperkingen gaf en we niet meer heel jong zijn. Dus helaas, maar er is geen kans over Enschede naar Den Haag, Delft, dat is geen optie. Snapt u het personeel? Jawel. Ik snap ook niet dat NS niet gelijk al tot concessies komt en dit laat gebeuren. Naar Zandvoort. En wisten jullie van de staking? Ja, jawel. Vind je het vervelend? Ja, nu wel een beetje, want we zouden bijvoorbeeld eerder gaan, dat kan nu niet. Maar ja, ik snap het wel, als er echt tekort zijn personeel en zo, dan ja. Ik ga het nou proberen om weer terug naar Den-Brabant te komen. Gaat dat lukken? Nou, vooralsnog rijdt de trein van 9:50 naar Utrecht. Dus dan hoop ik dat ik er ga komen. Ja, ik ben zelf een half jaar stagiair geweest bij de NS als hoofdconducteur. Ik vind het aan de ene kant heel goed. Maar aan de andere kant vind ik het nou ook heel vervelend. Want ze leggen wel half Nederland nu lam. En zij gaan terug naar Frankrijk. Gaat het lukken om die trein te halen? Nou, zo te horen wel. Wat vindt u van de staking? Wist u ervan? Ja, het is terecht hè, aan de ene kant, maar aan de andere kant voor ons is het niet zo leuk. Nee. Nou, ga proberen. Ja, dankjewel. Ja.